Alex van der Graaf. Ik vaar op koppen van Copia. Ze zijn 183 meter lang, 11 meter 45 breed. We varen meestal met kolen naar Mannheim en dan met grind weer terug van de Bovenrijn. Dit schip is in onze firma gekomen in oktober en vanaf die tijd vaar ik er ook op. De koppenverband is wel, we hebben een bak, we hebben een schip. De bak zou je in principe ook alleen kennen varen. Dus dat is met dit koppenverband. Je kent in principe naar meerdere plekken omdat je onafhankelijk van elkaar ook kan varen. Wij passen precies eigenlijk, als je naar Basel vaart, passen wij precies in de sluizen daar zo met deze lengte. Wij kunnen gewoon gekoppeld blijven. De andere koppenverbanden zijn wat langer. Die moeten dan weer uit elkaar en bij elkaar opzij. En we komen vanaf, we hebben beladen in Friesheim en we zijn onderweg naar Amsterdam met de grind. We varen nu op het Amsterdam-Rijnkanaal. We naderen Schellingwoude. Dan gaan we zo meteen linksaf richting de stad van Amsterdam. Wij varen normaal gesproken 14-14. Dat je 14 dagen thuis bent en 14 dagen aan boord. Je leeft, je doet alles gewoon aan boord zoals normaal in een huis. Dit is onze woning, van alle gemakken voorzien. Televisie, airconditioning, keuken. We eten hier gezamenlijk. We kijken je tv gezamenlijk. Wat wil je nog meer? Nou, wat je doet, je de hele dag de jongens aansturen, planning voor het laden lossen, het varen natuurlijk zelf, onderhoud, planning maken, we hebben onderhoudsplan, een plan, dus ja, daar moeten ook de jongens mee aangestuurd worden, hoe en wat, communiceren met bureau, ja, dat soort dingen regelen we allemaal. Ja, we hebben een radar, we hebben een Tresco kaartsysteem. En daar hebben we ook een trackpilot in, dus eigenlijk dat het schip uit zijn eigen automatisch vaart. Je voert in, laat maar zeggen, waar je geladen hebt. Je voert in waar je naartoe vaart. Dan maakt hij een lijn in de rivier die dan de optimale lijn zou moeten zijn om te varen. En die gaat hij dan volgen. En dan moet je eigenlijk een beetje min of meer wacht houden dat hij goed die lijn aanhoudt. En dat het schip ook niet te veel gaat driften en dat soort dingen allemaal. Momentje. De kop, ja. Oké, stuurboord, stuurboord. We hebben een camerasysteem, we hebben kopschroeven, marifooms, we hebben een beladingssysteem, hoe diep wij laden, hoeveel tonnen wij in hebben voor het schip en voor de bak. We zijn vol uitgerust, laten we zeggen. Ja, nou ja, goed, het is altijd anders, hè, het varen. Het is nooit hetzelfde. Weer, wind, regen, hoogwater, laagwater. Het zijn altijd andere invloeden waar je rekening mee moet houden.